Ja, ik ken Hans al een flink aantal jaren. Ik ben hier verschillende keren geweest in dit centrum. Ik geloof de allereerste keer was het om bomen uit te zoeken die mij cadeau gedaan werden bij een of andere gelegenheid. En toen heb ik hem leren kennen en ook zijn hele filosofie en zijn gebouw hier, het bijzondere gebouw. Ik ben hier in de loop van de jaren verschillende keren terug geweest. En toen ik, dat is nu 4 jaar geleden, afscheid nam van de SER. Toen hebben we mijn afscheidssymposium, wat ging overigens over duurzaamheid, hier in het Groene Paviljoen gehouden. Dus ik heb hem leren kennen als een hele even inventieve, eigenzinnige, ook avontuurlijke ondernemer. En dat is een type waar ik wel van houd, waar ik grote waardering voor heb. En hij heeft me dus gevraagd om hier vandaag een paar woorden te komen zeggen bij deze gelegenheid. En nou ja, dan komt ook weer tot uiting dat hij ondanks zijn succes, of misschien mede dankzij dat succes, gewoon nu de volgende fase in zijn ondernemerschap ingaat. Hier 2 nieuwe gebouwen gaat neerzetten, waardoor dit centrum als een soort brandpunt van duurzaamheid in Nederland nog verder vorm en inhoud gaat geven. Nou, en daar heb ik waardering voor, dus dat breng ik tot uiting door hier ook een woordje te komen zeggen.